Ooh. Mm-hmm. Hoi, leuk dat je kijkt. Houden jullie ook zo van popcorn? Ik ben er dol op. Heerlijk. Zo lekker. Dit boek gaat over popcorn. En niet zomaar popcorn, Bob Popcorn. Het boek gaat over Alice. En Alice is verslaafd aan popcorn. Op een dag mag ze geen popcorn meer eten van haar vaders, want ze moeten gezond gaan eten thuis. Wat doet Alice? Ze verstopt de magnetron in de schuur. Daar gaat ze aan de gang met de popcorn. Op een dag komt er een mannetje uit een van die maiskorrels. Alice denkt dat het een fantasievriendje is die ze per ongeluk opgeroepen heeft. Maar nee, Bob blijkt gewoon echt te zijn. En Bob is vaak boos, ook heel grappig en heeft altijd honger. Ik lees een stukje voor. Ik pak het mannetje van mijn schouder. Bob, zeg ik, luister eens. Hij draait zijn zijkant naar me toe. Ik luister. Ik hou van popcorn, zeg ik. Bob knikt. Natuurlijk, heb je ook wat voor mij? Wat bedoelt hij? Hij is popcorn. Dan eet je het toch zeker niet? Sst, zeg ik. Wat ik wilde zeggen is, ik hou van normale popcorn. Popcorn die niet praat. Die heeft geen honger, snap je? Pff, brutaal, mompelt Bob. Ik hoef geen fantasievriend, zeg ik nu. Mijn buurjongetje Loetje vind je vast te gek. Maar ik ben vorige week 9 geworden. Ik ben er veel te oud voor. En Bob trilt in mijn hand, alsof er een batterijtje in hem zit. Hij lijkt nog kwaaier dan net. En opeens... plop! Hij verandert in een gigantische popcorn. En hij is woedend. Wat er nog meer met Bob en Alice gebeurt, kun je lezen in het supergrappige boek.